gaan mijn first date aflevering kijken. Ik kom maar 2 uur geleden uit mijn werk. Ik ben super verrot. En ik dacht, ik moet echt een mooie video maken. Ik moet helemaal klaar zitten. Dat was een teaser weer. Ik zat er niet in. Ik moet helemaal klaar zitten en mooi goed licht. En toen zei een collega, ah joh, ga ik op de bank zitten met je wijntje. Dat is toch hoe het echt is. En toen dacht ik, ik ben niet zenuwachtig, sorry. Ik heb vandaag allemaal dingen al op Instagram voorbij zien komen. Die me vet zenuwachtig hebben gemaakt. Hele gênante dingen. Waarin ik zeg dat mijn neus van de bovenkant niet mooi is. Dat je echt denkt, Charlotte, ik weet, ik ben zo. Daar heb ik echt vrede mee. Maar waarom spreek je het uit? Maar ja, het is sowieso op televisie. Ik heb alles wat ik zeg natuurlijk gezegd. Maar ik ben een beetje flap uit. Als mijn mond moet houden, hou ik mijn mond. Maar als mijn mond niet hoeft te houden, dan zeg ik het lekker. Maar ja, als je al mijn flap uit momenten achter elkaar aanplakt, dan krijg je wel. Dan kan je wel een bepaald type creëren. En ik denk dat ze misschien een beetje een YouTube-tutje type hebben neergezet. Maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Gaat het nu beginnen? Iedereen zit klaar. Helemaal leuk. Al mijn collega's, mijn vrienden. Ik weet niet of mijn ouders zo klaar zitten, ik denk het wel. In ieder geval. Het begint. Oh, ik moet even pauze zetten. De gasten zijn singles uit heel Nederland op zoek naar de maan. Het is veel te warm hier. Oh, het is veel te warm. Ze zijn zo moedig om een blind date te gaan. Ja, moedig. Superstar. Of verloopt de date iets minder fortuinlijk? Oké, dat heb ik dus al gisteren gezien. Eén ding, het duurde heel lang voordat we een datum konden vinden voor mijn date, zeg maar. Dus toen hadden we uiteindelijk een datum, toen dacht ik, doe het dan maar gewoon. Maar dat was, vrijdag was de allerlaatste schooldag voor de zomervakantie. Ik ben dus juf, voor wie het niet weet. Helemaal kapot. En toen had ik zaterdag die date. En voordat ik op date ging, was ik daar echt al 4-5 uur. Was ik helemaal verwaaid buiten, moesten we alle loopstukjes opnieuw opnemen. En was ik echt, had ik rode ogen van het wachten en van de wind. En was ik helemaal verrot. Maar goed, oké. En ik was 5 kilo zwaarder hier. Maakt niet uit, maar dat zie je wel. Oké, we gaan beginnen. Aan het begin! Liefde voor mij is alles met elkaar kunnen delen. En iemand die altijd voor je klaar staat. Hij heeft maar een paar mensen. Ik hou wel van een verzorgde vrouw. Ik vind dat ik dat zelf ook ben. Een hele goede avond. Oh my god, we zijn aan het begin. Oh mijn god. Ik ben heel erg netjes in mijn huis en ik vind het prettig als iemand dan ook dat ook is. Want als dat mes, dan hoef je daar je mensen zelf niet aan te irriteren, zeg maar. Wil je wat drinken? Ja. Ja. Als ik van jou een gin tonic mag, heel graag. Ja? Ja. Stom. Beetje zin in vandaag. Ja man, tuurlijk. Ja. Is dat leuk? Heel goed. Het is weer een andere manier om elkaar te leren kennen. Ja. Ik heb niet eerder verzonnen dat ik iemand op foto of wat dan ook heb gezien. Oh, hij doet het sowieso goed en ik ben echt de debiel, ik weet het nu al. Misschien, nou, tijd vind ik altijd een beetje, je moet er tijd voor maken om iemand te kunnen doen. Precies, prioriteit. Daarnaast, ik moet zeggen, ik vind het toch wel leuk om iemand in de kroeg aan te spreken en dan een gesprek aan te gaan. Afgelopen half jaar heb ik niet veel gedaan. Nee. Dus dan gaat het al naar beneden, ja. En natuurlijk heb je die apps wel, ik bedoel, ja, het maakt iedereen wel. Maar ik vind dit vooral een veel leukere manier om iemand te leren kennen. Wie dat geswipe ook maar niks vindt. Oh! Ik zit hier omdat ik nu een half jaar uit elkaar ben met mijn ex. Na 6 jaar. En ik vind gewoon Tinder en dat soort dingen. Ik vind gewoon niks. Ik kan echt het valt mee hoe ik loop. Oké, ik ben best sexy. Ik ben een vlogger met 43.000 volgers. 45. Mijn vlogs worden echt wel de vijfste. Oké, ik zie er prima uit. Bekeken. En dat is best wel goed. Dus daar ben ik ook wel heel trots op. En zoals jullie kunnen zien, geloof ik heel erg. Ja, ik wil liefst dat als de camera aan die kant staat, dan komen we aanlopen. Dat ik dan hier kan zitten en niet daar. Want van deze kant heb ik veel mensen geplus. Ja, het is wel heel sociaal, echt gezellig. Maar als ik een man zie, ga ik echt niet zeggen van, hey, wil je een keer wat met drinken? Of dit en dat, want misschien is hij wel bezet. En hier achter, zeker dat mijn knieholtes zijn lelijk. Op liefde zoekt, hopelijk. Ah. Oh, dit is ongeluk. Dankjewel. Ziet er goed uit. Dat zou ik zo maar zeggen. Luister, jongens, dit. Oh,
Oh, ik weet hoe die reageert. Dit was echt, zeg maar, echt zodra film ik wel. Jongens, ik ben hyper. Ik had niet verwacht dat ik aan het begin zat. Zodra ik thuis kwam en ik mensen dus een memo ging sturen over dit avontuur, dus 4 maanden geleden, zei ik echt van, oh, ik heb iets heel doms gedaan. Ik dacht dus dat ik echt dit zei. Ja, dat zeg je tegen iedereen. Maar het is gewoon een soort onzekerheid. Maar ik dacht, ja, je zegt tegen iedereen dat hij er mooi uitziet. Maar hoe ik dit nu zeg is, ja, maar het nou, ga je zeggen tegen iedereen, ja, ja. Zo awkward. Oké. Okay. Iedereen ziet er ook goed uit. Je zegt ook als het niet is. Oké, okay, dat is met andere persoon. Dat helemaal. Oké, okay, dat is best cute. Jongens, weet je wat de grap is? Jullie denken dus waarschijnlijk dat het voor jullie allemaal heel spannend is om het te zien. Maar ik heb een zeefgeheugen. Na first date werd ik helemaal gek in mijn hoofd. Ik ging de hele date nableven en ik dacht, oh my god, oh my god, oh my god. En toen dacht ik, het komt pas oktober, november, uiteindelijk echt eind november. Dus laat het los. Dus ik heb tot gisteren dit compleet losgelaten en hier niet meer over nagedacht. Dus ik weet bijna niks meer. Dus ik zie mezelf en ik ben echt gewoon, oh, dit is zo anders dan jezelf vloggen te zien. Ja, niet nee, maar. Nee, oh ja, sorry, ik onderbreek weer. We moesten dus super lang wachten. Hij zat er al heel lang, maar ik mocht nog niet naar binnen. Want dan heb ik geen tanden. Oké, okay, ik zie er prima uit. Ik was gewoon wat zwaarder. Maar ik ben zo benieuwd of het gaat overkomen alsof ik hem leuk vind en hij mij of niet. Als je dat dit wacht, nu ben ik zo lang. Ja. Wat heb ik lang haar? Ja, vond je spannend? Ik vond dan bijvoorbeeld bij 25 zo te vroeg.
geld, dat doe ik. Dus heb je bewust niet gekeken naar of iemand kon vinden die daarin nee. Past? Nee, wel hoor. Maar dat is nu net een half jaar uit. Na 6 jaar. Oh nee. Oh, ja. Nu ben ik heel bang of ik iets over Ruben heb gezegd. Ik hoop het niet. Ik weet dat ik heb gezegd, het is een hele goede jongen, ik kan er niks kwaads over zeggen. Maar misschien heb ik ook gezegd dat we heel veel ruzie hadden. Dat is dus je, sinds je 20 dat je eigenlijk... Ja. Of niet? Oh, maar ik zeg ook wel veel ruzie. Maar gewoon, ja, je houdt van elkaar en als je allebei... Basisschooljuf, ja. Dan krijg je ruzie. Maar als ik iemand die heel gehaard is en gewoon zegt, heel chill, dan ben ik alweer rustig. Ja. Maar als je zo bij mij gaat doen, kom dan, ja, dan word ik boos. Ja, best wel. Dan heb je zo bekomen waarschijnlijk. Ja, dat gaat wel hoor. We hebben ook wel goed contact. Nou, dat is perfect, toch? Ja, en ik weet, dat is niet weg. Moet ik nou steeds op pauze zetten als ik tegen jullie praat? We hadden ook een goed contact, nu helaas niet meer, want op een gegeven moment gaat dat gewoon niet meer. Maar ik hou nog steeds heel veel van hem. Dat het niet werkt. Dat is gewoon een fijne gedachte. En heb je ook samengevonden? Ja. Klinkt ook. 5 jaar of zo. Maar 4 of 5 jaar, ja. En nu? Hij is 5. Ja, hij is 5. Ja. Maar we zijn echt wel meiden die gewoon een man willen om hun leven op te vullen. Terwijl ik heb echt een heel leuk leven, ik ben echt heel gelukkig. Alleen ik vind het fijn dat je in het leven thuis van je werk en daar is je partner met wie je lekker over de dag kunt praten, lekker eten, lekker knuffelen. Zo belangrijk om ook even gewoon naar je werk iets te kunnen zeggen tegen elkaar. Ja. Niet per se naar je vrienden toe, weet je, dat is weer iets onprogramma. Ook van er ook heen, maar ik vind het ook een beetje een soort hype.
zo. Is het ook? Nou, ik ga niet backpack hoor. Ik ga lekker luxe naar Bali. Ik ga het nemen met Emma. Hoe lang? Bijna 3 weken. Ja. Maar heel veel. Dat is gewoon vakantie, tuurlijk. Dat vindt iedereen chill. Nu moet ik wel zeggen dat ik heel veel vakanties toch altijd een beetje zonde van, niet zonde van mijn geld, maar het is ineens weg. Dat vind ik altijd wel een beetje moeilijk. Maar ik bedoel met reizen, mensen die dus willen reizen, snap je, maandenlang weg willen, dat heb ik niet. Ik hou van mijn Nederlandje. Nederlandje. Tinder is zo, weet je wel. Reizen, feesten. Nou ja, ik wil eerst voor een gezin wil ik echt nog 2 jaar op reis. En dan denk ik, ja, dat ben ik niet. Wat is dit voor moment? Dankjewel. En wil je daar nog een beetje uit mij ook? Ik moet wel heel eens naar het toilet. Ik wil twijfelen of ik nog naar het toilet ga. Ja. Ja, maar dan gaat ze nu de rekening erbij brengen. Terwijl ja, plassen werd. Weet je waar wc? Hé, dit komt over alsof ik niet zou willen betalen. Ik weet niet waarom ik dit zeg. Dat is namelijk niet zo. Ik betaal echt tot nu toe mijn dates echt super vaak. Yes. Ik hoop het. Ja. Oh ja, ja, nee, dit was meer Charlotte. Ik vind dat leuk om dingen te voorspellen. En ik wist gewoon dat ze dat dan gingen doen. Daarom. Nee, ja. Ik zei het, ik had het goed voorspeld. Ja, dat is zeker goed voorspeld. Nee, jij hebt sowieso niet betalen, dus dat scheelt. Echt? Ja, natuurlijk. Jij gaat hier nog maar bij het moment van die gaat te betalen? Ga ik niet nodig. Dankjewel. Wat schattig. Oké. Dus je kunt het. Oké, wat er dus nu niet uit wordt gezonden is het hele stuk. De hele aftercue, waarin ik dus moest vertellen wat ik ervan vond, is er uitgeknipt. Oké, en daarom zeg ik dus van, het was een leuke date, maar ik voel me niet tot een aangetrokken. Maar ik zie geen reden om niet nog een keer met z'n date te gaan, want het was wel leuk. Want ik dacht dus, je moet niet te kritisch zijn. Maar dat zit er dus niet in, zo te zien. Moet mij dat zeggen? Dan gaan we voor geel. Nou, ik zou zeggen, ik wil het wel even elkaar nog een keer zien. Ik kan er wat over zeggen, maar dames eerst. Dus wil jij als eerste wat over zeggen? Ja? Moet ik het uitspraak van jou geven? Mia? Nee, mij. Oh, mij? Nou, bedankt. Ik ben niet het type waar ik in eerste instantie op val. Oké. Dat is stom om te zeggen. Ja, nou ja, goed, weet je. Dat... Maar ik zeg niet, er is niks aan je gezicht of zo wat ik niet mooi vind. Gentlemen. Ik heb nog nooit iemand voor me gedaan, denk ik. En het gesprek was gewoon wel leuk, dus dat ik echt denk, hoezo zou je die nog een keer afspreken? Vind ik wel echt een hele goede idee. De eerlijkheid duurt langst. Ik heb het heel, heel tof gehad. Ik zeg dus bij deze ook gewoon dat ik het super leuk zou vinden om elkaar te spreken. Nee, ik wel een type ja, zeker wel. Ja, dat vind ik wel wel. Oh my god, oké. Wow, er is zoveel niet uitgevonden. Op zich wel goed. Maar... Het lijkt alsof ik hem veel leuker vond dan ik hem vond. Op zich wel cute. De date was ook leuk, maar ja, zet 2 sociale mensen tegenover elkaar en je krijgt gewoon een prima date. Ik heb echt dingen gezegd als... ik wilde niet vertellen waarom ik vlogde. Daar was ik heel bang voor. Dat hebben ze er gelukkig uitgeknipt. En ik... had dus gezegd van... Jullie hebben echt... Daarna heb ik echt 20 minuten lopen kletsen met die interviewer. Maar het is er allemaal uitgeknipt. Daarin zei ik van... Jullie hebben qua persoon heel goed gekeken naar waar ik naar op zoek was. En dat matcht op zich wel best goed met wat ik nu wil in de relatie. Dus dat vind ik wel leuk om te zien. Maar qua uiterlijk is het niet een man waar ik op val. Want ik wil gewoon echt zo'n lekkere man. Want dat had ik gezegd. Toen zei de cameraman van wat bedoel je dan? Ik zeg gewoon ja, een beetje een stevige man. Ruige kop. Ik zeg een beetje zoals jij tegen die cameraman. Ik dacht dat laat ze er sowieso in. Maar hij is gewoon niet mijn type. Ik word daar niet warm van, zeg maar. Maar de date was leuk. Dus het lijkt waarschijnlijk voor de kijker een leuke date. Oh my god, zoveel berichten krijg ik binnen. Het is niet normaal. Ik krijg dus ook haat op Twitter. Iemand stuurt naar mij. Charlotte, je krijgt allemaal haat op Twitter. Ze stuurt alles naar me door. Ik had er niet naar gekeken, maar dat boeit me niet. Want ik ben natuurlijk influencer, dus ik ben dat wel gewend, ja. Maar één iemand loopt heel erg te haten. Geen idee waarom. Verzorgde vrouw. Ik vind ook zelf dat ik er best wel stevig uitzie. Dat was ik daar ook, ja. Als iemand dat zegt, dan ja, moet je lekker zeggen. Oké, ik heb wat vragen. Wat vond je ervan om uitgezonden te worden op tv? Nou, toen die filmpjes op Instagram en zo verschenen, werd ik helemaal gek. Net na mijn werk werd ik getagd door jullie van je bent in de stories van Bina en Vara First Date. En ik zag mezelf en ik dacht echt, ik ging echt dood. Gewoon, wat ik zeg over mijn neus en zo. Ik dacht, ik ga echt als een debiel worden neergezet. En nu eenmaal, nou ja, nu zie je het aan. Vond ik het best wel leuk. Het is jammer dat er heel veel natuurlijk niet wordt uitgezonden. En dat
we niks over hem weten, terwijl ik best wel veel over hem weet. En ik ben al iemand die dus heel veel over zichzelf altijd wel kan praten. En nu komt het al helemaal zo over, maar ik ben echt wel heel geïnteresseerd in hem geweest. Was het ongemakkelijk om te daten? Nee, want die camera's zijn echt een soort kleine webcams, dus daar merkte je helemaal niks van. En het was dus wel gewoon, je komt eraan en je moest super lang wachten. Echt mega lang. Dat lopen wordt ergens anders opgenomen. En ja, je wordt er gewoon echt gaar van. Om 9 uur 's avonds ging ik pas eten of zo. Het woei die dag, waaide die dag heel hard. Dus ik had echt, wat ik zeg, helemaal rode ogen. En ik was helemaal moe en gaar. En ja, dat. Daarom voelde hij zo rot na de date in de vlog. Ja, ik weet inderdaad, in de vlog zei ik van, ik ben verdrietig. Ik moet zeggen dat ik even moet nadenken. Volgens mij was het zo dat ik ben die avond nog met hem een drankje gaan doen. Want wat ik zei, ik had iets van, kom op Charlotte, doe niet zo kritisch, doe het gewoon. Het was een hartstikke gezellige avond, maar ik voelde me niet aangetrokken. Toen uiteindelijk in de parkeergarage heb ik hem toch gezoend. Vond ik helemaal niet leuk. En zat ik in de auto. En toen, op dat moment was ik nog niet echt over Ruben heen. Want wat jullie misschien wel weten is dat ik echt smorverliefd was op Ruben. Ook toen we uit elkaar gingen, tot een paar maanden geleden nog steeds. Ik hou nog steeds heel veel van Ruben. En het werkt dus ons niet. We hadden gewoon echt slechte dingen in elkaar naar boven. We hebben heel veel ruzie. Maar ik had ineens echt een momentje van, ik wist dat Ruben al met een ander meisje had en zo. En ineens had ik iets van, ga ik ooit wel een andere man vinden die ik net zo leuk vind als Ruben? Want nu zit er een soort perfect man voor me. En alsnog voel ik er niks bij. Dus ik had ineens een soort van stressmoment van, ja, ik ben Ruben kwijt. Is dat wel zo? Nou, dat is wel zo. Echt, het is een hele goede beslissing geweest dat we uit elkaar zijn. Maar daarom was ik een beetje verdrietig. Hoe ben je gekoppeld aan je date? Jij moet een heel formulier invullen en uiteindelijk kwam hij eruit. En wat ik zei, qua on paper hebben ze ons best wel goed gematcht. En ik ben uiterlijk totaal niet waar ik op val. Mijn collega's vinden die Twitter reacties echt shocking. Ja, mij boeit het dus niet. Ik zal even zeggen wat ze dus op Twitter zeggen. Oh, maar mijn kinderen kijken het misschien ook. Dat is wel vervelend. Er is niks aan je gezicht wat ik niet mooi vind. Vraagtekens, meest stabiele vrouw ooit. Ja, ik vond zijn gezicht gewoon mooi. Dat vind ik belangrijk. Prima, zeg maar. Dan betaal jij toch, Piep, als jij naar de wc gaat. Mensen denken dus dat ik niet wilde betalen. Dat was niet zo. Had ik het nou al net gezegd? Ja. First date creëert altijd zo'n awkward ding, toch? Van, wie gaat betalen? Toen dacht ik, oh, nu ga jij plassen en dan komen ze met mij bij de rekening. En dan gaan ze het zo'n awkward zijn van, maak het dat. Want ik betaal heel vaak op dates. Zeker 50%. Ben ik wel het type waar je op zou kunnen vallen? Jawel. Leuk. Ja, ik vind het niet erg dat je wat vollere benen hebt en een dikke kont. Binnen 30 seconden 3 keer door je haar strijken. Klopt. Zullen we van stoel wisselen? Dan is mijn neus minder groot. Het plaatje klopt. Ja man, je lijkt op hem. En dan heeft ze een foto van een man met een hele leuke neus en een vogel. Ik tel calorieën. Die solliciteert naar een sponsor als Weight Watchers. Boodschappen? Leuk. Och. Dat is tot nu toe wat ik doorgestuurd heb gekregen. Maar ik kan het zelf niet vinden. Ik ga weer even kijken naar de vragen. Heb je nog gesproken na die tijd? Hij vond het dus wel heel erg leuk. Ik vond het best wel moeilijk om hem te vertellen dat ik, weet je, ik wilde het een kans geven, maar toen had ik het ook met vrienden over. Toen dacht ik, ja, het heeft geen zin om hiermee door te gaan. Dat vond ik best lastig om te zeggen. Dus ik zei tegen hem, ik moet het even allemaal verwerken. Was ook zo. Ik had heel veel te verwerken. Want ik zeg rondom Ruben ineens, dat was best wel een heftige ervaring op een of andere manier. En toen heb ik hem eigenlijk echt een paar dagen genegeerd. Het was heel lullig. En toen stuurde hij ook van, ja, als het zo gaat, dan heeft het voor mij geen zin. Toen zei ik echt, sorry, maar ik denk dat het gewoon niet gaat werken, dit en dat. Dus toen heb ik hem daarna niet meer gesproken. Ik voelde het gewoon niet. Maar het was verder een hele aardige jongen. Zou je ooit nog eens meedoen? Ja. Dat is ook trouwens zo. Wat ik mee heb gedaan is nul omdat ik op tv wilde komen. Het is echt omdat ik echt een beetje iets had van hoe ga ik ooit liefde vinden. Misschien werkt dit. Mijn ouders hebben elkaar leren kennen via een datingshow. Goed geluk. Dus ik dacht, wie weet vind ik ook wel mijn liefde zo. Dat was oprecht een, mijn gedachte. Dus ja. Wanneer kwam ik op het idee om mee te doen? Volgens mij zei mijn beste vriendinnetje van, hey, het komt, geef je op. Mijn beste vriendin die stelt een hele ongepaste vraag. Nu heb ik alle vragen beantwoord. Ja, er komen waarschijnlijk veel meer, maar ik wil niet hier de hele avond zitten. Komt nou het eindstukje nog van. Die Jeroen is echt leuk, die andere Jeroen. Dat is meer mijn type. Heb je nu een relatie met die jongen? Nee dus. Was je teleurgesteld toen je hem zag? Nee, want ik dacht echt, Charlotte, moet je het ergste inbeelden. Huh? Waar is het afterstukje van mij en hij? Ik heb het afterstukje niet gezien. Want ze hebben elkaar nog gezien of zo. Maar nee, dus ik dacht alleen maar, oké, gelukkig verzorgd, maar het is heel klein. Maar dat zie je ook niet. Nee, iemand anders stuurt nou, kwam je niet aan het einde. Ze hebben ons eindstukje niet. Jullie hebben geen einde, ja. Nou, misschien gaat iedereen nu naar mijn YouTube kijken om te zien hoe het af is gelopen.
Is er veel gestaged? Nee, het is totaal niet gestaged. Werd je betaald? Nee, je moest zelf je eten betalen. Je kreeg 10 euro vergoeding voor het reizen en de drankjes kreeg je gratis. Maar ja, hij heeft dus voor mij betaald. Toen zei ik ook, wil je mijn tientje nu hebben? Maar dat wilde hij niet. Hij is zo lief, zegt de vriendin. Ja, hij was ook lief. Maar volgens mij kom ik niet over als een bitch, toch? We gingen de auditiecasting eraan toe. Je moest gewoon een formulier invullen en toen werd ik gebeld. De barman is knap. Ja, ik vind het wel meevallen. Christina zegt, ik wou net zeggen, die andere vent lijkt zo niet jouw type. Hoe hebben ze hem uitgekozen? Inderdaad. Echt niet mijn type. Ik vond het op... Die jongen die ik nu deed is ook best netjes, maar wel met een stout randje, weet je wel? Ines zegt, ik vond je gewoon leuk, Ines. Iemand zegt, ik vind het leuk dat je lacht om je haat. Ja, die haat kan me echt niet zoveel schelen, hoor. Wanneer zegt er nou eindelijk iemand, ik zoek een onbezorgde vrouw? Gewoon een slons die er bijna op van maakt. Ja, beste first date. Ik wil na afloop graag iets meer info. Is er gezoend? Is er ge... Niet alleen maar, ze zingen nog in hun koor. Ik vind dat ook. Ik vind die outro's echt tegenvallen. Onwijs bijzondere types vanavond bij first dates. Waarom snappen vrouwen niet dat een man een vrouw in haar jas helpt? Laat die wijven gewoon betalen, stelletje schrapers. Ja, weet je, sommige mensen zijn zo geobsedeerd door het vrouwen niet betalen en feminisme. Dus dit boeit mij niet dat mensen dit zeggen, want wat ik zeg, ik betaal heel vaak. Geef even je pincode aan haar. Gaat dat over mij? Ik vind het raar. Ervan uitgaan dat een man betaalt, terwijl je al weet dat je hem nooit meer wil zien. Gaat dat ook over mij? Ik weet het niet. Ik heb die andere daten niet gekeken. Oh, deze meid is iedereen aan het afkraken. Wat een raar meisje is dit. Er is een heel raar meisje op Twitter. Oh, zij kijkt iedereen af. Oh, dan denk ik wel helemaal wat zielig. Nou, laatste keer vragen kijken. Zijn alle mensen op de achtergrond ook op date of figuranten? Je hebt dates en figuranten. Volgens mij mogen die figuranten gratis eten of niet? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar wij moeten betalen omdat dat natuurlijk een leuk effect geeft in de aflevering. Waarom is er geen nastukje? Weet ik niet. Want ik heb ze echt 3 maanden terug of zo al verteld voor het nastukje wat ze erin konden zetten. Nou, was er een aparte sfeer met je midden aan het programma? Nee, ja, dat je dingen laat. Nee, ik ben echt altijd mezelf. Ik heb wel opgelet dat ik geen hele rare onderwerpen aankaart, omdat ouders en kinderen van mijn werk ook hier naar kijken. Verder was ik echt mezelf en dat zie je waarschijnlijk ook wel terug. Dat waren voor nu de vragen. Ja, niet lange tijd gehad om te antwoorden, maar weet je, ik antwoord gewoon in mijn vlog wel op de rest van de vragen. En dan kan ik dit nu lekker gaan afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En wat vonden jullie ervan dat het zo lekker echt is op de bank? Let me know. Uiteindelijk heb ik heel veel mensen helemaal hyper gemaakt hiermee. Want ik kom bij first date en was het volgens mij best wel saai, denk ik. Maar ik hoop dat jullie het toch leuk vonden. En dit was mijn tv-avontuur. Bedankt voor het kijken. Zeker iedereen die het nog eens leuk vond. En dan zie ik jullie bij een nieuwe video. Doei!